Patrick Pozderski van Shogunai uit Dronten. Je hebt vandaag je toernooi afgewerkt. Hoe is het gegaan? Ja, het ging wel goed. Ik heb alles gewonnen met een Nippon. Dus daar ben ik wel blij mee. Ja. Hoe lang judo je al? Ik judo nu 10 jaar ongeveer. Ben je fanatiek? Ik was fanatiek. Ik deed heel veel wedstrijden, maar ik verloor toen motivatie. En toen ben ik eigenlijk alleen maar recreatief gaan judoën. En dit is het toernooi van mijn club. Dus ik dacht van, dat doe ik wel mee. Dat is wel leuk. En waar is die motivatie gebleven? Ja, ik weet het niet. Ik trainde echt elke dag. Echt 7 dagen in de week. En dat vond ik op een gegeven moment een beetje te veel. En ik had toen geen zin meer om te trainen. Ik trainde ook eigenlijk niet heel hard meer. Dus toen... toen ben ik gewoon recreatief gaan judo. En nu vind ik het trainen gewoon weer leuk, weet je. Dus dan, ik vind het goed zo. Als ik je zo aan het werk zie, ben je het nog niet verleerd? Nee, klopt. Ja, die 10 jaar, dat is niet voor niks, hè. Ja, maar ik heb ook heel veel, zeg maar, hoge toernooien gedaan. Dus ik trainde en ik judo'de tegen de beste jongens van Nederland, zeg maar. En dan word je wel goed. En begint het na een dag als vandaag niet weer te kribbelen? Misschien wel een beetje. Ik weet het nog niet. Misschien moet ik er een nachtje over slapen. Wat vind je van dit toernooi? Ja, het is het toernooi van mijn club en alle clubs uit Dronten, gemeente Dronten. Dus het is gewoon een leuk toernooi. Gewoon voor de gezelligheid met je vrienden en zo. Rons van Kenneth en Jordi. Zilver op Pinkels. En de kans.